Nou, ik ben dus Tom Mulders en ik woon in Nieuw-Beerta, een klein dorp in de provincie Groningen. We hebben hier circa 250 inwoners. Wel een hele fijne, hechte gemeenschap. En waar we binnen de gemeenschap dus ook met een groep vrijwilligers werken. Werk wat ik doe binnen het vrijwilligersgebeuren in ons dorp. Ik ben zelf de coördinator van de Groengroep en de Maaigroep. Maar ik doe zelf ook het vrijwilligerswerk binnen, binnen die twee, tenminste de Groengroep. Wij doen namelijk het onderhoud hier van diverse perken van de gemeente. We hebben hier ook het verzetsmonument wat we netjes houden. En wat elk jaar ook voor 4 mei ook helemaal weer netjes wordt verzorgd. Zodat het er netjes bij staat voor de herdenking. Daarnaast hebben we ook een dorpsboomgaard die we met de Groengroep onderhouden en met de Maaigroep. En we hebben ook het dorpsommetje. En er zijn allerlei wandelpaden en ook een gedeelte door het bos van de Staatsbosbeheer. En dat doen we ook met de Maaigroep helemaal onderhouden. Dus zo houden we het dorp netjes en ook voor onszelf heel prettig. Ik woon hier nu 6 jaar. En in die 6 jaar heb ik me vanaf het begin eigenlijk al bezig gehouden met het vrijwilligerswerk. En ik vind het belangrijk onderdeel ook van dat je daardoor ook een onderdeel bent van de dorpsgemeenschap. Dat je het met elkaar doet. Ja, het motiveert gewoon ook een stuk saamhorigheid met elkaar, met de andere bewoners. Je hebt contacten met elkaar en je zorgt ervoor dat het allemaal netjes eruit ziet en dat je er ook met elkaar plezier aan beleeft. Wat mij met de grensregio verbindt is dat we over en weer, ik kom zelf ook in Duitsland, dat je daar ook wel eens gaat winkelen of daar ook wel eens een keer steden bezoekt. Maar er komen ook heel veel Oosterburen komen naar ons toe. Die komen hier ook plekken bezoeken, komen ook door ons dorp heen. We hebben hier dus ook die mooie dorpsboomgaard die ook vaak bezocht wordt. En dat is dat je toch over en weer bij elkaar, als het ware als buren bij elkaar binnenkomt. De boodschap om voor het doen van vrijwilligerswerk is met name dat je, doordat je vrijwilligerswerk doet, dat je ook andere mensen ontmoet. En dat je daardoor ook een stuk sociaal bezig bent met elkaar, maar ook een stuk gezelligheid. Je ontmoet elkaar, je kan met elkaar dingen delen. Maar ook gewoon, als je gewoon lekker buiten bezig bent, geeft het ook een bepaalde energie. En wat dat, je komt elkaar, als je elkaar weer tegenkomt, dan je kent elkaar, dus dan kan je ook wel weer eens een keer een praatje zo maken. Dus wat dat gaat, ben je geen eenling. Je bent meer in een samenhorigheid met elkaar. Nou, dat je dus als je als er ook een groengroep in Duitsland is, dat die daadwerkelijk met elkaar ook het groen kunnen blijven voorzien. Hè? Dus dat het goed blijft groeien en bloeien. En bijvoorbeeld, ik weet niet of ze daar ook een boomgaard hebben. Wij hebben hier dus in het dorp een mooie boomgaard die we met elkaar ook altijd onderhouden. En waar we in het najaar bijvoorbeeld ook al het fruit wat er dan is, dat we met elkaar ook gaan oogsten. En daar ook weer bijvoorbeeld heerlijke appelsap van laten maken. En die ook weer kunnen nuttigen en ook aan bewoners kunnen geven die bijvoorbeeld ziek zijn. Dus op die manier heb je ook weer ook profijt van met elkaar. En dat kan ik meegeven aan onze Oosterburen. Dat ze bijvoorbeeld zoiets ook met elkaar kunnen onderhouden. En daar ook voordeel van kunnen hebben.